En toen begon ze, ja, man, ik moet leren hoe ik een membership site moet maken. En ik moet video's kunnen bewerken. En, een hele lijst van dingen. En toen zei ik ook van, nee man. Want als je dat wil gaan doen, dan ben je over een half jaar nog steeds bezig. Dan zit je elke dag achter je computer, zit je dingen te proberen te leren. En begin met beta. Begin met één klant. Begin met één klant. En als je één klant kunt helpen, dan kun je misschien ook 2 klanten of 5 klanten of 10 klanten helpen. En ga dan kijken of je groepjes kunt doen via bijvoorbeeld Zoom. Of via Skype of wat voor middel dan ook. Maar dan ben je morgen in business. Nu kun je morgen niks verkopen. Want morgen kom je ergens iemand die mogelijk interesse heeft. En dan zeg je, ja, ik ben nu bezig met het programma, maar misschien spreken we elkaar al een half jaar weer. Morgen, nu, in deze nieuwe situatie, kun je morgen een gesprek met iemand voeren die heeft een probleem. Zeg, hey man, ik kan je helpen. Wanneer kun je? Weet je, wanneer kunnen we een 1-op-1 sessie inplannen? En dan ben je in business. Ook al vraag je 10 euro voor je eerste sessie. Doesn't matter. Maar dan ben je in the game. En te veel mensen zijn niet in the game.